Een nieuw hoofdstuk in het dossier over de vestiging van Van Kranenbroek in Beuningen. Een aantal weken geleden besloot het Beuningscollege van BMW dat er geen megastoor mocht komen op het bulterrein. Nu heeft een lokale journalist ontdekt dat de procedure van het begin af aan verkeerd gevoerd is. Dit heeft haar, ja, ze heeft mij ook daarover gebeld. Ik heb een keer gesprek met haar over gehad, dat triggert haar, hè, om te kijken hoe het nou precies zit en of er wel of niet sprake was van uitbreiding, et cetera. En naar haar mening, ze heeft dat heel uitvoerig uitgezocht en ook een vraag aan het college van BMW gestuurd, heel erg gedocumenteerd. Zou dus op basis van die inschatting, had er naar haar mening gewoon vanaf het prille begin medewerking kunnen worden verleend. En dan had Kranenbroek er bij wijze van spreken al gezeten. Dat neemt niet weg dat de gemeenteraad toch zou kunnen zeggen van nou, wij vinden wel dat Van Kranenbroek er moet komen en wij werken eraan mee. En dan moet je gewoon kijken waar het schip strandt. Maar dat kan alleen maar als Van Kranenbroek ook formeel aan de gemeenteraad vraagt om het bestemmingsplan te wijzigen. En ik heb afgelopen dinsdag gevraagd van wat het college gaat antwoorden. Dus dat ik dat ook graag als raadslid zou willen weten. Maar die heeft gezegd dat ze nog zorgvuldig aan het onderzoeken zijn. Dus er zou dus nog een schriftelijk antwoord komen. Dus